Mijn maandgift wordt mede mogelijk gemaakt door de Beatles. De hele maand mei is quizmaand op N1. Vraag 22. Dit is de ultieme Nijmegen kennisquiz. NEC bestaat al meer dan 100 jaar. Heel veel mensen denken daardoor dat het clublied ook meer dan 100 jaar bestaat. Dat is echter niet het geval. Pas in 1966 werd de allereerste versie van het clublied opgenomen door een zangeres. De vraag die je weer hoort is als volgt. Welke zangeres nam de allereerste versie op van het clublied van NEC? Is het antwoord A, Teddy Scholten? Antwoord B, Corrie Brokken? Antwoord C, Rika Jansen? Of is het antwoord D, Lily de Vos? Dus is het goede antwoord? Antwoord A. Antwoord B. Antwoord C. Of antwoord D. Stuur je antwoord op naar oplossing@n1.nl. Morgen ben ik weer terug met een nieuwe opgave in de ultieme Nijmegen kennisquiz. Meimaand quizmaand werd je aangeboden door UpBeatles en Tone Reizen.